kan me nog zo goed een moment voor de geest halen waarin ik me ontzettend onrechtvaardig behandeld voelde. Ik kan er nog steeds een beetje boos om worden. Op dat moment had ik de keuze om de tegenaanval in te gaan of het te laten rusten. Of er juist iets positiefs van te maken. Hoe dat is afgelopen laat ik even in het midden, maar ontzettend inspirerend vind ik het vooral van een schooldirecteur in Ethiopië. Hij woont in een gebied dat gedomineerd wordt door moslims, waar gemeenteleden dagelijks aangevallen werden. In plaats van de tegenaanval in te zetten of verbitterd te raken, heeft hij met hulp van Open Door zijn basisschool opgericht. Daar zijn zowel moslims als christenen welkom. Dit heeft alles veranderd in het dorp. Werd hij voorheen weggejaagd, nu ontvangen moslims hem thuis en kan hij zelfs het evangelie met hen delen. Laten we God danken voor deze school die de relatie tussen christenen en moslims heeft verbeterd.